Hoi en leuk dat je kijkt naar het laatste deel van mijn vlog over de molens die in de schaduw staan van de molens van Kinderdijk. En die ook wat aandacht verdienen. Molengek Meindert en ik vervolgen onze molenroute dwars door de Alblasse Waard. Een nieuwe dag, de kenter in op zoek naar parels van de provincie. Nieuwe kennis, nieuwe vrienden, stap je bij me in. We zijn bij de molenmakers van de Wal bezig. Waarschijnlijk, en misschien mag je even mee naar boven. Oeh, dat kunnen we wel even vragen. Goedendag, ik ben Arie Willem van der Wal. Arie Willem, hey, en jullie zijn bezig om de molen te onderhouden of hoe moet ik dat zien? Ja, wij zijn bezig, nou, we zijn bijna klaar met het vervangen van de fokwieken. De fokwieken? Ja. Ja, en dat moet ook gebeuren. Dat moet ook gebeuren, die waren flink verrot. En dat is jouw werk? Dat is ons werk, ja, molens onderhouden. Ja, met mijn vader samen. Wat leuk, oh, die staat daar boven, zie ik, op de balie. Dat heb ik geleerd, de balie. De balie, ja. Ja. Mag ik misschien even mee naar boven? Tuurlijk. Ja? Stap er maar in, als je geen hoogtevrees hebt. Nee, dat gaat goed. Okay. Meinert, kom je mee? Ik ga binnen door. Ja, Meinert kiest het hazenpad. Ik ga lekker naar boven. Waar zit de ingang van zo'n ding? Ah, ja. Nou, zo sta je in één keer in de hoogwerker. Ja. Onderweg naar de fok. Naar de fok, ja. Naar de fok. Meinert heeft een beetje hoogtevrees, dus die blijft veilig beneden. Hey, en waar dient deze fok voor dan? Waarom zit die erop? Bij andere molens niet? Deze molen is toch tot laat in bedrijf geweest en ze wouden toch nog die molen toch laten kunnen draaien bij weinig wind. Dus toen hebben ze ervoor gekozen om zo'n uitvinding erop te monteren. Een soort hoog rendement idee. Ja. Bij minder wind kan je harder draaien. Oh, op die manier. Ja, want het is wel nodig omdat zij hier echt nog malen. Ja, ze malen hier nog inderdaad. Vroeger was het veel veevoeder, maar nu zijn ze echt overgegaan op menselijke consumptie. Ja. En jij staat hier elke dag zo'n beetje uit de hoogte te doen? Deze week wel, hier op deze molen en andere week weer op andere molens. Ja, dit was op zich niet zo'n groot klusje. Wekenwerk ongeveer. Wat een mooi werk heb jij. Ja toch? Maar dit is jouw uitzicht, iedere dag. Ja, ik heb zo het weer zie je aankomen, alle buien. Echt ja, ja. Dus, maar het is een familiebedrijf. Ja, wij werken met z'n tweeën, vader en zoon. Ja. Ja. Je kan me ook weer mee naar beneden nemen? Tuurlijk. Ja hoor. Meindert, ja. Ik kom er weer aan hoor. Spring er maar. Ja, nee, laten we dat maar niet doen. Nou, de werkdag zit erop. De werkdag zit erop. Alle spullen wel even opruimen en dan... Mooi werk geweest. Juist. Dit type molen is een stellingmolen. We staan hier op de balie. Dat is eigenlijk het balkon of de stelling. En van hieraf wordt er gewerkt. Een stellingmolen is wat hoger, omdat hij dat beter wind vangt. Ja, dat zie je vaak in steden, of niet? In veel steden zie je ze staan, ja. Ja. En deze balie is ongeveer 6 meter vanaf de grond. Ja. En in de steden, in Schiedam, weet ik dat ze 16 meter hoog zijn. Zo. Plus, dan krijg je ook nog eens een keer de molen erbij. Dat is niks voor jou, die hoogte. Dat heb je goed gezien. Nee. Ja. Als ik eronder sta, krijg ik ook kribbels in mijn knieën. Ja. Laat staan als ik erop sta. Dus eigenlijk is de grondzeiler een betere molen voor Meindert? Dat klopt. Want dan werk je vanaf de grond. Dan vanaf... Heel goed geleerd. Nou, het moet niet gekker worden, mensen. Ik begin ook nog eens een molen... Kees de Molenaar, Kees de Molenspecialist. Zo is het. Nou, de reparatie is voltooid. En de molenaar die gaat de wieken weer in gang zetten. De buurman vindt dat ik een luie molenaar ben, dat ik een elektrisch kruiwerk heb. Vind ik niet hoor. Klein hulpje mag toch wel? Nee, mijn vader die... ik heb maar één kromme vinger. Ja. Of deze ook. Maar die had er meer in, die kon niet meer in het wiel draaien. Er was een molenmaker hier uit Groningen. En die zegt, nou meneer de Groot, ik heb nog een scheepsanker leer liggen. En dat maken we hier wel op die staart. Dat gaat best hard eigenlijk, hè? Het werkt wel, die nieuwe fok. Jawel. We gaan nu even een kijkje in de winkel nemen, hè, Meinert? Wij gaan even de winkel. We gaan even de diepte in.
ander ding. Oh ja, krijg nou wat. Dat is natuurlijk de buitenkant van de molen dit. In feite sta je buiten de molen op dit dus moment. Dit is eromheen gebouwd? Ja, klopt. Dat hebben ze later gedaan. Maar hoe vind je dit zo? Dat is toch gaaf, zo'n winkel? Ja, zonder meer. Dat, voor menig een droom. Hoi, hallo. Hallo. Goedemiddag, wat ben jij hier aan het doen? Ik ben hier wat aan het afvegen voor een mengsel. We zijn een kruidkoekmix aan het maken. Ik ruik het, ja, dat ruikt heerlijk. Dit zijn speculaaskruiden. Zo, lekker. Wat we normaal doen is dat we hier op deze weegschaal en op die weegschaal de zakken afwegen. Ja, oh ja, hier. Dit apparaat is een naaimachine of met die de zakken dichtnaaien. Ja. En vervolgens leggen we ze hier op voorraad of natuurlijk in de winkel. Maar we proberen het een beetje netjes op voorraad te houden allemaal. Ja. Dus ja, dat is echt een hele bezigheid nog. Je kunt er echt de hele dagen mee verder. Ja. Jij vult hier heel wat uurtjes zo. Ja, best wel, ja, dat klopt. Ja, en daar zijn alle zakken die wij aangeleverd krijgen. Ja. Ja, die verpakken wij dus naar kleine verpakkingen. We hebben daar nog een bestelling staan voor de supermarkt. Ja. Plus een Uur Lekkerland, die bestelt tegenwoordig ook bij ons. Oh, dus dat is leuk. Wel leuk. Ja. Alles wordt hier gemengd, maar ook gemalen. Dus want jullie malen echt zelf met de molen. Ja, het tarwe en korenmeel wordt hier nog gemalen. Dat is ook de enige soort, want anders moeten stenen nog gereinigd worden, zeg maar. Dat is een groot werk. Dus we houden het bij één soort, maar de molen is echt nog in gebruik. Ja, maar net, het is wat, hè? Met een beetje huurloos, alhoewel. Ja. Ja. Wij doen de lol en zij moeten er van leven. Ja. Ik kom van korenmolen terecht. Oh, en, als je ziet wat jullie hier hebben en wat wij hier hebben, dat is een peanuts wat wij hebben. Ja. Ja. Dus, maar zij hebben het ook zijn hobbyisten. Zij hebben het ook heel gezellig onderling. Het is een beetje de oudere opvangplek van Nieuw Lekkerland ook. En zij staat hier keihard te werken. Ja. Ik mag er graag naar kijken. Ja, we hebben het hier ook heel gezellig. Prima. Nou, Hanna, jij hebt nog werk aan de winkel. Ik heb nog even werk. Even malen zou ik zeggen. Meinert en ik gaan weer verder. Ja, succes, hè? Bedankt. Yo, hoi. Nou, we zijn even gestopt op onze molentour. En Meinert zegt hier, op de rem, want het is een mooi punt. Waarom? Omdat je hier drie molens in één shot kan vangen. Met op de achtergrond het dorp Streefkerk. Ja. Van rechts naar links. Dan hebben we eerst nummer C op dit plaatje. Ja. Dat is de oude weteringmolen, dat is een wipmolen. Dat is die, ja. En je kan het rad zien draaien. Deze molen, als je die op de wind wil zetten, dan kan je het hele huis kruien. Dus eigenlijk in het midden draait hij, kruit hij. Dat is de eigenschap, dat is eigenlijk kenmerk van een wipmolen. Kenmerk van een wipmolen. En niet te verwarren met een standaardmolen. Een standaardmolen, als we dus even denken van nou, die molen is 10 meter. Deze draait dus op 5 meter. Een standaardmolen heeft een kleinere standaard. Dus zeg maar 2,5 meter en 7,5 meter is de kast daarboven. Dus dat is eigenlijk het verschil tussen een wipmolen en een standaardmolen. Een wipmolen is praktisch altijd een watermolen. En een standaardmolen is praktisch altijd een graanmolen. Dat is echt een hele oude molen. Dan gaan we naar links en dan zien we een achtkanter. Dat is een achtkantige, rietgedekte grondzeiler. Een grondzeiler wil zeggen, vanaf de grond wordt er gewerkt. Dat is eigenlijk de naam grondzeiler. En ook dat is een watermolen. En dit is de kleine tientwerkmolen. Het is toch genieten om hier zo te staan? Dit is echt genieten. Mooie wind, mooie wolken, droog. En in een auto zit je lekker uit de wind. En goed gezelschap. En goed gezelschap. Ja, en dat het een mooi plaatje is, dat blijkt wel. Deze mevrouw die trotseert ook de wind om een mooi plaatje te maken ervan. Waar zijn we nu weer, Meinert? Nou, eindelijk waar we het vanochtend vroeg al over hebben gehad, de koffiemolen. De koffiemolen, ja. Het wordt tijd dat jij eens een bakje koffie gaat schenken voor ons. Maar dat gebeurt in de molen? In de molen. En dat is niet een hele molen, dat is alleen maar de ondertoren. Ik zie daar al iets verschijnen in het landschap. Ja. Wat zeg je nu? Alleen de? Dat is alleen de ondertoren van de wipmolen. Oh. En waarschijnlijk kunnen ze in de molen zelf nog wel even vertellen wat er allemaal mee gebeurd is. Ja. Want dat is ook weer een verhaal.
Oh jee. Nou, we gaan er naartoe. Je is goed. Oh, ik denk, ik zie een koeien, maar dat is niet. Wat? Dat is op het dashboard. Ja. Mijn, dat was een beetje in de war. Ja. Wat vind je trouwens van de molen op mijn dashboard? Schitterend. Heb ik niet mijn best gedaan om jou als molenfan je een beetje thuis te laten voelen? Nou, ik zou ook wel... Het is jammer dat het verkeerde kant op draait. Oh, oké, jij is het. Ja. Het wordt hier wel erg smal. Ja, het is spannend. Ik hoop dat hij een beetje kan sturen. Officieel mogen we hier dus niet komen. Nee, maar niemand ziet het. En daar zie ik dus al de molen. En inderdaad, er mist wat. De bovenkant. De bovenkant, de kap en de wieken. We hebben dus alleen maar de ondertoren. Hopsakee. Het land in. Hou je vast, Meinert. Koffietijd. Daar is het. Dit is de oude hoge boezem, hè? Hier werd het water opgeslagen. Ja. En bij laagwater ging de sluis open en er ging het naar de lek. Zo, hoor je nog eens wat? Ja. Die mijn, die weet toch veel? Het is net of dat de koningin op bezoek komt. Ja, misschien zijn wij het. Nou, jij bent een beetje de koning van de molens. Dus ik denk dat erachter zit. Waarschijnlijk wel. Ja hoor, we zijn goed. Welkom, koffie in de molen. Nou, dat is toch helemaal fantastisch. Ben je molenfan? Ja, heeft het tijd geduurd met jou. Zo, goedemiddag meneer. Goedemiddag. Zijn wij hier goed voor een heerlijk bakje koffie? Met huisgemaakt gebak. Oh, mij net hoor je dat. Ik hoor het, ja. Nou, en we zijn niet de enige. Kijk, er stoppen gelijk mensen die denken, daar hebben wij ook wel zin in. Mogen we even in de molen kijken? Natuurlijk. Ja, of eigenlijk meneer, voor wat er voor over is. Want wat is dit? Waar zijn we? Het is een soort halve molen. Ja, deze molen is in 1962 afgebrand. Ja? En een jaar of 8 geleden heeft de molenstichting, de CIMAG, heeft hem weer zover opgebouwd met een onderhuis uit de molen van Meerkerk. Ja? En we zijn nu aan het sparen voor de afbouw, zeg maar. Voor het bovenhuis, de wieken, de speel, binnenrad, buitenrad. Dus dat is nog een wens? Dat is nog een wens van de CIMAG. Oh, en ook van u uiteindelijk? En ook van ons. Maar de koffiemolen, superleuk bedacht natuurlijk. Ga naar binnen. We gaan even een kijkje nemen. Meinert, ga jij maar voor. Want dit is helemaal jouw dag. Ik weet het echt. Het is echt een ruimte waarin je gewoond werd door de molenfamilie. Alleen ja, het is nu een grote open ruimte, maar ze hadden dus toch wel wat afschot, wat kamertjes. Wat ken jij deze molen, Meinert? Ik ben hier van in de goede geweest. Tijd nog. Nee, toen woonde ik hier niet. En ik heb hem ook niet aangestoken. Nee. En je ziet, kijk, dus het originele schilderwerk. Ja, inderdaad. Dat is allemaal nog intact. En dat heeft heel wat te verduren gehad. Ja. Ja, Meinert kijkt enorm rond natuurlijk naar wat hier voor interessant te zien is. Ja. Maar, ja, sorry. Maar ik zie alleen maar dit eigenlijk. Ik zie hier een heerlijke appelgebak komen. Ja. Gaan jullie binnen zitten, buiten zitten? We gaan even lekker buiten zitten. Ja, lekker. We kijken nog even rond, hoor. Ja. Nou, daar is iets heel speciaals. Daar die punten naar buiten zien komen. Ja, daar worden ze mee samengesteld. Dat zijn eigenlijk een beetje grote spijkers. Alleen hout. Zou Juliane hier ook geweest zijn? Misschien. Na de koning van de molens, ja. Hè, die jij hier bent, is als op de tweede plek staat dan misschien Juliana wel, die hier ooit is geweest. Heel ver achter. Heel verder achter, ja. Is dat waar? Is Juliana hier geweest? Nee, want dat is voor dat de molen opgebouwd is. Natuurlijk was Juliana al overleden. Oh ja. Nee, de hooggeplaatste gast die we gehad hebben... Is Meindert, de molenfan. Oh, sorry. Ja, en, daaronder valt de commissaris van de koning. Die is hier koffie wezen drinken. Okay. Dat is wel hoog bezoek. Dus die valt dan wel onder je? Ja, wacht. Ja, nou ja. Hij mag. Maar u heeft een prachtig koffietentje hier, meneer. Ja. Het ziet er echt heel leuk uit. En loopt het ook een beetje? Het loopt echt fantastisch. Er zijn dagen bij, dat is meer dan 200 mensen op een dag. Zo, dan moet ik mijn dochter bellen. Staat de koffiemolen niet stil? Nee, inderdaad. Ja. Dan moet ik mijn vrouw bellen, mijn dochter, om te helpen. Want anders red ik het zelf niet. Ik ben buiten deze baan natuurlijk ben ik nog ambtenaar, hè, 3 dagen bij de gemeente Haringsveld, kies een naam. Oh. En dat is zoals zweten. En als we hier dan ook nog zweten moeten natuurlijk, dan... Begint het echt op werk te lijken. Ja. Dus waarschijnlijk gaat deze molen ooit ook wel wieken krijgen. Die toch? Gaat ooit weer wieken. Krijgen, pas op, hij lag bijna gestrekt in de molen. Ik zal straks even vragen of deze molen ietsje kan
bewegen. Kan, is deze ietsje te kruien? Ja, ja, doe maar. Dan kan. Kijk, dat ja, het heeft te maken met een grote molenfan hier. Die probeert alles uit. Ja, klopt. Dat vertelde ik je net. Dit gedeelte kan dus draaien. En want we hebben hier dus te maken met de wipmolen. En als die molen draait, gaat het achterste gedeelte, dat staat een beetje te dansen. En dat, ja, dat is dan een van de redenen waarom die wipmolen heeft. Daar komt de naam wipmolen ja, vandaan. Dansend Maar er zijn er ook anderen die heel wat anders zeggen. Dus. Maar terwijl jij dit verhaal vertelt, Mijn, het is superleuk hoor. Ja. Maar zie ik dit achter me gebeuren? Ja, ik begrijp dat jij dus veel meer aandacht daarvoor hebt. Het zou ongezond zijn als het niet zo was. Dat hebben we wel verdiend vandaag, Meijnert, want wat hebben we veel gezien in de Alblasser Waard? Ja, jij meer dan ik. Voor jou was een hoop nieuw. Klopt. Voor mij was oude koek. Ja. Maar dit is nieuwe koek. Dus, de nieuwe koek. Zo, dames, jullie genieten ook heerlijk van een stukje appeltaart en een theetje. Dat is toch een mooie setting hier zo, hè? Ja, een mooi look. Ja. Ja. Echt, we genieten ervan. Ja. Komen jullie hier vandaan? Zwolle. Zwolle? Nou, dan is dit wel even andere ja, koek, zeker, hè? Ja. Alblasser Waard is mooi, hè? Ja, absoluut. Mijn dochter is hier, die woont hier. Ik woon hier. Oh, u woont hier? Ja, toen ik hier kwam wonen had ik echt zoiets van, dit is het land van Ottensien. Ja. Dit heb je in Zwolle niet. Nee. Dus ja, dat is wel heel specifiek het landschap. Nou, geniet ervan, dames. Ja, zelfgebakken appeltaart. Zie je me zitten daar, hè? Ja. De grootste molenfan van het westelijk halfrond. Ja. Met een appelgebakje, met koffie. In de koffiemolen. Bedankt, meneer. Alsjeblieft, geniet ervan. Jij hebt toch wel een goede dag zo, hè, denk ik. Toch als afsluiter, hier. Ik schuif, schiet nou toch op, man. Laat die koffie niet koud worden. Dus de hele dag loop je altijd te praten. Ja, oké, okay, Meijnert, je hebt gelijk. Ik ga hem afsluiten voor deze vlog. Meijnert, bedankt voor je kennis. Graag gedaan. Gezelligheid ook wel, hoor. Nou. Ja, zeker wel. Nou, doen we dat? Proost? Of we beginnen mee? Appelgebak? Laten we dat maar doen, als jij dat wil. Doen we het zo. Gezondheid. En voor jullie bedankt voor het kijken. En tot de volgende bestemming weer. Ergens anders vanuit Nederland. Hoi.